Jongens, welkom al bij deze gloednieuwe aflevering van Call of Duty Black Ops Cold War. We gaan vandaag weer lekker Call of Duty Black Ops Cold War spelen. Ik ben vandaag weer in mijn eentje. En we gaan vandaag proberen een challenge te voltooien. Ik moet namelijk, ik ga jullie eventjes de challenge laten zien. Als we naar de submachine guns gaan, hebben wij daarin een wapen die ik nog niet vrijgespeeld heb. Dat is namelijk de OTS-9. Wat je met de OTS-9 voor deze kunt vrij te spelen, wat je daarvoor moet gaan doen is using SMG skill 3 enemies affected by your tactical equipment in 15 different completed matches. Dus wat we eigenlijk moeten doen, we moeten 15 matches spelen en daarmee kunnen we dan met een tactical mast of met de tactical equipment, dus dat is eigenlijk de Semtex granaten of de smoke granaten of de stun granaten die we eigenlijk daarvoor moeten gaan gebruiken. Nou ja, ik waarschijnlijk ga ik het vandaag sowieso nog niet halen. Ben ik eigenlijk wel vrijwel zeker, zeg maar, dat ik het vandaag nog niet ga halen. Gewoon puur, ja, 15 matches kan ik in principe niet spelen. Alleen, ik ga het wel grotendeels proberen te halen. Ik ga kijken hoe ver dat kom. Voor hetzelfde geld kom ik echt heel ver nog. Dus ik ga kijken hoe ver dat ik ga komen met het behalen van deze challenge. En we gaan gewoon zien of dat effectief lukt of niet. Dus ik zou zeggen, jongens, hopelijk genieten van de aflevering. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren, natuurlijk niet eraan. Het zou super nice zijn. Ik ga heel eventjes kijken voor mijn wapen hier te upgraden nog. Die niet handel. Sprinting, moving, move speed, bullet velocity en effect damage range. Ik ga deze erop gooien. Dan gaan wij lekker kijken of dan wij een challenge, of dan wij in ieder geval een aantal potjes kunnen spelen. Ik ga lekker kill confirmed spelen ook. Gewoon puur, ik moet eerlijk zijn, het ligt mij op zich wel confirmed. Dus ik ga gewoon lekker kill confirmed doen. Ik ga een dubbel XP van 15 minuten aanhooien. En dan gaan we kijken of dan wij weer een lekker potje kunnen neerzetten. En redelijk wat kills kunnen gaan maken met de tactical rifles. Excuseer. Met onder andere de, is dat de LC-10? Nee, dat is de MAC-10, dacht ik. Dat ik gebruik momenteel. Het is de MAC-10 dat ik momenteel gebruik. Wel met een custom. Ja. Custom skin eigenlijk. Die verkleurt namelijk van de hoeveelheid kills dat je maakt. Dus we gaan daar gewoon naar kijken. We gaan sowieso een hele toffe game spelen en kijken hoe ver we natuurlijk gaan raken. Hopelijk dat we ook een aantal levels weer omhoog kunnen gaan. Want ja, levels weten, het is wel nodig. Ik zit nu nog maar op 633. En ik heb ondertussen nog 49 dagen voor 400 te geraken. Moet dus op zich wel lukken als ik zo blijf doorspelen natuurlijk. Moet het wel gaan lukken. Alleen ja, wanneer gaat het lukken? Dat weet niemand. Ik hoop dat dat heel snel gebeurt ook. Als de game nu een keer heel snel een ronde gaat vinden, dan zou ik het heel fijn vinden. We hebben een ronde gevonden.
Ik ga diesel pakken. Alleen momenteel zijn we maar met 4 players. Er zijn mensen aan bijkomen. Goed, jongens, ik zie jullie zo terug als we de match volledig starten. Dus ik ben zo meteen terug. En daar gaan we dan, jongens. De eerste ronde van vandaag, de eerste game van vandaag, gaan wij weer lekker Diesel Kill Confirmed gaan spelen. We gaan weer lekker een potje spelen. Dus ik zou zeggen, geniet sowieso van de aflevering. En dan zou ik... van mezelf heel veel succes wensen. Hopelijk dat we een aantal goede kills kunnen pakken. En laten we dan lekker starten. Bij de XOLX Love Lost. Kill confirmed. Spetsnaz GRU, you have execute authority. Taking control. This isn't working. Iets stiller zitten, want sta iets te luid. Zit daar één te snipen van op de... Oké, is weer spawn switch down zo te zien.
moet even opnemen, jongens. Ik ben zo terug. Goed. Dus dan heb ik even AFK gestaan. Ben ik ook met door een streefrunner geraakt. Klote streefrunners. En lopen we heel veel achter. Ja, fucking door streefrunners. Goed, ik heb ja, ik ben even moeten stoppen aangezien dat ik gebeld werd. Ik kan heel weinig hier aan doen. Zo vervelend altijd als ik gebeld word eigenlijk. Oeh. Damn. Die Tech 9 is echt wel heel sterk eigenlijk hoor. Alleen ik vrees dus voor. Dat dit totaal niet geteld heeft. Nee, ik moet inderdaad. En dat is nu eigenlijk het vervelendste. Want ik gebruik normaal altijd stimshots. Maar ik moet inderdaad een smoke of een stun grenade hebben. Dus gaan we die even doen. Dat is heel vervelend, maar ja, ik ga het wel moeten doen namelijk. Nou, we kijken wel hoe dat verder loopt, natuurlijk. Ik zo loft. We zitten met Miami. Is niet zo'n heel leuke map, moet ik eerlijk toegeven. Maar we gaan ons best proberen ervan te maken. En proberen te kijken of het iets gaat worden of niet, natuurlijk. Is altijd een mogelijkheid. Ik heb geen stimshot, ik heb een stunt grenade, dus daar moet ik wel echt heel goed in de gaten mee houden. Dat ik geen, mij niet kan healen namelijk.
Met een heel lang punt, gewoon echt fucking met snipers gaan werken. Nou, top. Heerlijk. Heerlijk, snipers, echt. I love it. Top. Dat is dus echt heel...
Oeh. Yep, and was het vergeten dat ik geen steamshot had. We're losing the advantage. Echt, wat een tyfus sniper gewoon. Hostile care package inbound. What? Nee, dat kan niet. Die guy me kan me nooit had hebben. Okay,
20 minuten. Ik ga de aflevering hierbij wel afsluiten, jongens. Ik zou zeggen, het is niet gelukt. Echt totaal niet zelf. Is een lastige challenge dan ik had verwacht, eigenlijk. Voor 9 kans 10 heb ik nog altijd 0 van de 15. Yes, inderdaad. Dit is een heel lastige challenge, dus ik weet niet of het mij ooit gaat lukken. Maar in ieder geval, ik ga wel hierbij de lekkere de aflevering afsluiten. Dus jongens, hoop ik even nooit van de aflevering. Hoop ik jullie vond bij een nieuwe aflevering. Vergeet zeker niet te liken, beneden te roepen. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, zou super nice zijn. Mochten jullie dat wel gaan doen. En dan zie ik jullie graag vond bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, tot altijd. Bye. Bye.